Panorama Bijbels wordt een reis door Nederland. Een reis gezien door de ogen van kunstenaars, door schilders. Schilders die heel Nederland hebben vastgelegd, 4, 5 eeuwen lang. En van Zeeland tot Groningen, van Friesland tot Gelderland, overal het landschap hebben vastgelegd. Het landschap zoals het nu zichtbaar is, maar vooral het landschap zoals het in hun tijd geschilderd is. De televisieserie laat vooral zien hoe mooi Nederland is. En dat is natuurlijk voor iedereen prachtig, want het wordt voorjaar, het wordt zomer en Nederland heeft prachtige plekken. En die prachtige plekken die zijn ook nog eens prachtig vastgelegd door kunstenaars. Dus eigenlijk laat deze serie zien hoe mooi Nederland is, de mooiste plekjes. En het laat ook zien hoe kunstenaars, de beste kunstenaars die Nederland heeft gekend, eeuwenlang, hoe die dat hebben vastgelegd. De serie heeft verschillende hoogtepunten en een van de hoogtepunten is uiteraard het strand. Want Nederland begint op het strand. Waar begint Nederland? Aan de kust. Dus we zijn in de serie op het strand en we kijken met Mesdag en met Wijsenbroeg en de kunstenaars van de Haagse School. Alleen die opname die vond plaats op een dag dat het steen en steenkoud was. Strak heldere lucht, maar je ziet niet, alleen ik voel het nog steeds, dat het echt een graad of 2-3 was. Echt kippenvel. Maar ook heel mooi. Ander hoogtepunt was een plek waar ik nooit geweest was. Dat was het Oerbos, de Wodanseiken, zoals het heet. De Wodanseiken, geschilderd door beelders. Dan zitten we in de 19e eeuw, in de romantiek. En je ziet daar zwaar loofhout, donkere kronkelpaadjes. En je ziet de bossen, het Gelderse woud. En dat is een heel andere kant van Nederland. En ik denk dat veel mensen dat echt als een openbaring zullen ervaren. Panorama Pijbers. Iedere woensdag vanaf 22 maart, 5 voor half 9, NPO 2.